Eerste reactie. Hoe is het om de mediaprijs te winnen? Elke vorm van erkenning vind ik mooi om te krijgen voor wat ik doe. Is het belangrijk deze erkenning? Ja, zeker. Ik denk het wel. Het voelt toch wel goed. Ik bedoel, ik doe het al meer dan 10 jaar. En ik heb best wel veel bloed, zweet, tranen geïnvesteerd. En dus het is wel leuk als je een pluimpje krijgt en een schouderklopje. Het is altijd leuk. En ik ben wel heel nuchter eronder. Moet hard werk blijven verzetten om succesvol te blijven. Maar het is altijd, I appreciate it. Ja, want als je dan kijkt naar de positie van Edwin Bars, waarom denk jij dan dat jij gewonnen hebt? Ze hebben het zelf ook al een beetje aangegeven, maar waarom denk je zelf dat jij een zo unieke positie inneemt? Ik denk dat ik nu heb gewonnen, mede dankzij door de algehele groei van hiphop dit jaar. Hiphop heeft eindelijk een stempel gezet. En het is niet alleen hiphop hoor, want niet alles is hiphop, maar het is gewoon, ik noem het black music van Nederlandse bodem. Die heeft gewoon zodanig een stempel gezet van hé, we zijn hier. En ik heb daar een groot aandeel in en ik denk dat ik daarom vandaag heb gewonnen. Want ik zat hier 3 jaar geleden ook en om eerlijk te zijn vond ik toen eigenlijk al dat ik had moeten winnen, want ik wist toen al wat ik in motion had gezet. Maar nog steeds met alle respect voor alle andere genomineerden. Ik bedoel, de groei van hiphop dit jaar is immens en je kan er een soort van niet omheen. Dus Heeft dat van jouw aandeel daarin? Hoe zou je dat specifiek omschrijven? Wat is jouw aandeel heel concreet in de groei van die hiphop en de zwarte muziek? Mijn aandeel in de groei van vooral het hip-hop genre is dat ik een hele stabiele factor ben, denk ik, in het geheel. Mensen weten wat ze bij mij kunnen verwachten. Mensen weten waar ik voor sta. Ik heb nooit op een dusdanige manier misbruik. Ik heb nog nooit misbruik gemaakt op een dusdanige manier zoals veel andere media dat doet. Alles wat ik doe staat in teken van de artiest zelf. Wij proberen hun de promotie te geven die zij nodig hebben op de manier hoe hun het liefst willen. En niet omdat wij nu denken van oké, dat is nu interessant voor ons en et cetera, et cetera. Weet je, ook achter de schermen, ik probeer altijd met artiesten gewoon conversaties te houden, maar ook met labels, managers, et cetera. En ik probeer ze altijd gewoon een stimulans te geven om beter te worden en te groeien. En ik denk dat daarom mensen mij waarderen en dat ze ook altijd terug bij mij komen. En ik groei op mezelf, mijn platform groeit. En de artiesten groeien ook met hun team. En het is een win-win situatie. What's next? Ik denk dat we nog lang niet zijn waar we moeten zijn. Ik denk dat het nog veel groter kan worden. Ik denk dat er nog veel meer professionaliteit bij kan komen kijken. Maar het is een kwestie van groei, kwestie van leren. Weet je, vroeger, er zijn heel veel vooroordelen over hip-hop artiesten, vooral vroeger. We hebben een show met een hip-hop artiest. Ze komen laat vandaag. We moeten extra beveiliging inhuren. Dat is al bijna niet meer. Ik kan me niet heugen dat er echt iets raars is gebeurd tijdens een hip-hop festiviteit. Ik hoor het wel bij andere, in andere genres, maar niet bij hip-hop. En het is, ik denk dat de buitenwereld die niet in de hip-hop-wereld zit, dat die dat ook gewoon nu moet gaan leren beseffen. Dat het een hele andere tijd is en dat er een hele groep mensen is die van dit houden en die ook opgroeien met deze muziek. Dus dat is eigenlijk het doel, gewoon om het nog professioneler te maken, nog groter. En
vooral mijn doel is om te zorgen dat zometeen de mensen met talent de beste muziek kunnen maken. En deze prijs misschien een goede stimulans om verder te gaan? Uiteraard, maar zelfs zonder de prijs, zou ik gewoon doorgaan en doen wat ik doe. Omdat de liefde die ik krijg vanuit de hip-hop industrie en gewoon ook de fans, gewoon de hele hip-hop wereld is ongekend. Ja, ik denk ook een stukje oprechtheid vanuit jouw kant, artiestenkant. Ik denk... Ja, nou, maar om een voorbeeld te noemen, we zijn vandaag in Groningen. Ik ben net aangekomen. Ik parkeerde mijn auto voor een hotel waar ik slaap. En ik stapte uit en iemand fietste langs en die trapte op zijn rem. En hij draait om en hij zegt, wauw, Rotjoch. En hij pakt zijn telefoon en hij gaat snapchatten en hij zegt van, wauw, wat doe jij in Groningen? En ik heb mijn auto dus bij het hotel gelaten en ik ben van een hotel naar hier toe gelopen. En ik heb gewoon iets van 6, 7 van dat soort momenten gehad. Van mensen die helemaal verbijsterd waren en zoveel liefde gaven. En dat is waar ik het voor doe. Die mensen vinden het zo tof, dat ik kan niet stoppen. Het zou raar zijn. Heel veel succes en dankjewel, man.